Ondertussen aan tafel Lieke Lenders en Johan Hauser. Lieke, specifiek voor TrapLab. Ja. Jullie allebei natuurlijk voor Poppodium Grenswerk. Laat ik even beginnen met TrapLab. Want in eerste instantie zou je misschien denken, iets onder de trap, Harry Potter-achtige taferelen, daar zit iemand klein in een hoekje. Maar jullie hebben eigenlijk gewoon een hele fijne huiskamersetting neergezet. Ja, klopt. We zijn eigenlijk begonnen op verdieping 0. Dat staat in het teken van talentontwikkeling. Daar kunnen DJ's ook draaien in de oefenruimte. En die oefenruimte hebben we eigenlijk betrokken tot onze studio. En daar zenden we eigenlijk iedere vrijdag van nu inmiddels 5 tot 11 uit. En met DJ's uit de regio. Ja. Best wel lange uren. Ja, we begonnen van 3 tot 9. Maar we hebben zelf eigenlijk besloten dat we de tijden 5 tot 11 nu beter vonden. Ook omdat de horeca natuurlijk dicht is. En vooral 's avonds mensen misschien met 2-3 mannen bij elkaar zitten om een biertje te drinken. En dan natuurlijk leuker is als je wat langer naar de uitzending kan kijken. En ja, op zich, de aanmeldingen lopen goed. De DJ's willen blijven komen. Dus ja, 6 uur klinkt lang, maar eigenlijk is het tot nu toe nog makkelijk te vullen, ja. Ja, even een korte sfeerimpressie, een video van TrapLab. Super toffe clip. Je ziet meteen wat het is. Je voelt het ook meteen. Je denkt, ja, dit wil ik. Iemand even weer die setting neer. Ja, we wilden eigenlijk het idee geven dat eigenlijk de host en de DJ's bij jou in de kamer stonden. Waar je ook bent. Als het is kantoor of thuis, buiten met vrienden. Dat probeerden we eigenlijk met deze video uit te stralen. Ik denk dat dat wel prima is overgekomen, ja. Ja, en de aanmeldingen lopen nog. Ja, zeker. Hebben jullie veel dezelfde DJ's of proberen jullie wel echt van alle kanten? Ja, we krijgen van DJ's die al een keer zijn geweest natuurlijk weer heel snel een mailtje dat ze nog een keer langs willen komen. Ja. Maar we hebben eigenlijk gezegd, we proberen wel te rouleren. Dus om de 3 maanden mag je je wel een keer aanmelden. Maar binnen die tijd willen we eigenlijk wel afwisselen tussen het programma. Nou, dus we zijn nu... Te gek dat het zo goed loopt. Yeah. En jullie zijn met enorm veel bezig. We zouden volgens mij uren door kunnen praten. Want het begon met we mogen weer. Op een gegeven moment was het ook de studio roept is bezig. Teachers is bezig. Jullie hebben de Grenswerk Recordings. Johan, hoe krijg je het nu allemaal uit je vingers? Heb je niet een moment gedacht, oké, nu gewoon even niks? Nou ja, zeker. Want het grote... De grote moeilijkheid, zeg maar, de afgelopen maanden is wel degelijk geweest om jezelf te blijven motiveren. Omdat je steeds weer een soort van terugslag krijgt. Ik heb al vaker gezegd, je probeert steeds weer aan de bal te komen. Dat ben je heel erg gewend om zelf, zeg maar, de koers uit te zetten. Zelf te bepalen hoe je de dingen aanpakt. En steeds worden eigenlijk de spelregels veranderd. Dus je probeert weer aan die bal te komen en poep, dan maakt weer iemand een sliding. En lig je weer op de grond en moet je je weer oppakken. En er zijn wel momenten geweest dat we daar ook echt wel moeite mee hebben gehad de afgelopen maanden. Dat je denkt van ja, wat ben ik dit eigenlijk nog voor aan het doen? Maar ik denk wel dat de afgelopen 2-3 maanden dat er op een gegeven moment een beetje een knop om is gegaan. Dat je ook realiseert van we weten niet waar dit ophoudt en wanneer dit ophoudt. Ja, eerst had je echt nog data te kijken van oké, dan is het klaar, dan is het klaar. Ja, want dat werd ook steeds gezegd. En nu met die tweede golf, en nu ook, je merkt gewoon dat die tweede golf ook weer langer, het gaat niet hard genoeg terug. Dus het is allemaal onzekerheid. En waar wij een beetje mee gestopt zijn, is echt met het programmeren van showtjes. Ik ben bijna niet met 2021 bezig. Het is gewoon wat er staat, dat staat al. Dat zijn allemaal doorgeschoven shows. Als je wat moet aankondigen. Daar kun je al heel veel mee vullen, neem ik aan. Ja, staat al best wel veel, staat in die zin vol. Maar ja, hoe realistisch dat allemaal is, daar is eigenlijk niks over te zeggen. Dus wat wij op een gegeven moment bepaald hebben een paar maanden geleden, is van ja, laten we gewoon juist heel erg projectmatig gaan werken. Iets leuks, iets nieuws verzinnen. Dat een weekje doen. En vloep weer naar het volgende. En korte looptijden, korte aanlooptijden pakken. Dus ook niet zeg maar heel erg diep in 2021. Nu dus lopen we allerlei plannen hoor. Maar dat je het gewoon een beetje behapbaar houdt. En dan nog wel is het ingewikkeld. De teachers noem je bijvoorbeeld. Dat hadden we bedacht. Dat wilden we gaan aankondigen. En op dat moment moesten we als podium weer dicht. Terwijl dat juist een...
een initiatief was dat echt ingericht was op die 30 personen, ja, waar we wel nog wat mee konden. Want we dachten van ja, voor 30 personen nog shows organiseren. Je komt vanuit een lege stad in een leeg podium met een café dat dicht is en je kunt mensen niet eens wat te drinken aanbieden, weet je wel. Is dat, willen we dat nog wel? Is dat iets waar je zelf naartoe zou gaan? Nou, wij concludeerden eigenlijk van nee, dat is niet de vibe. Het staat zo ver af van een show zoals je hem eigenlijk zou willen ervaren. Ja. Dus wij hebben toen besloten van ja, we gaan op in ieder geval op dit moment geen shows voor 30 man organiseren. Maar wat kunnen we dan meer doen? En wat dus blijkt dus op het moment dat je die knop omzet en je hebt ook de tijd om erover na te denken, dat er eigenlijk best wel een heleboel uiteenlopende toffe initiatieven zijn ontstaan die ook wel duidelijk maken dat je ook op een andere manier zeg maar maatschappelijk relevant kunt zijn en aspecten ook weer naar boven brengen. Je Teachers is echt een educatieproject. De Studio Roept is ook een educatie talentontwikkeling project. Dat zijn eigenlijk projecten die gewoon wel aantonen dat ook heel belangrijk is dat je dat als poppodium ontwikkelt. Zeker ook de feedback die we daarop krijgen. Nou was het natuurlijk zo dat jullie dat sowieso al deden. Dat soort trajecten die liepen al, maar nu krijgt het ook misschien wel meer aandacht of een andere lading dan dat het normaal had gekregen. Ja, we hebben ook echt wel besloten van alle remmen los, zeg maar. We gaan niet besparen op artwork of zo. Ik denk dat je normaal gesproken dat soort projecten iets meer low-key zou wegzetten dan dat je het nu doet, omdat je gewoon allemaal die shows te promoten hebt. En omdat dat wegvalt. Dit komt er dan bij. Komt er dan bij en dat komt er op vele vlakken bij. Het komt er productioneel bij, het komt er qua marketing komt het erbij. Financieel komt het erbij. Terwijl je nu ook, we hebben toch ook best wel wat ondersteunende middelen gekregen vanuit de overheid. Dus er is ook best wel budget op dit moment, gek genoeg, om toch wel een aantal dingen op te pakken. Dus we hebben ook gewoon gezegd van ja, laten we het vooral zo professioneel mogelijk neerzetten, zodat je daarmee ook die impact maakt. Je doet het natuurlijk ook om als podium zichtbaar te blijven en die relevantie te blijven behouden. En pakt best wel. Ik merk ook dat daar bij mij ook en ook bij de mensen in het team, dat de energie daardoor ook weer terugkomt. Ja. Want we zijn zo klaar. Ja, ik zeg het steeds met het oppakken van die dozen. Gewoon die hele programmering. Weet je, sommige acts, sommige shows, die heb je al 4 keer opgepakt. En dan weer verplaatst. En dan is er die agenda. En dat is een zooitje. En dat is gewoon niet leuk. Dat is gewoon heel negatief werk, zeg maar. Ja. Dus, en is dit, het wel dit nog iets waar je naar kunt uitkijken? Of denk je, oké, weet je wat, laat het ook echt maar even wat het is. Dat komt wel weer op het moment dat het zou mogen. Kijk, in het begin ben je er ook nog heel erg mee bezig van, ja, maar oké, dan straks het dan weer open gaat. En hoe gaat dat dan financieel allemaal uitzien? En hoe moet ik dan zorgen dat ik dan meteen een sterke programmering heb staan? Weet je, ik vind dat op dit moment helemaal niet zo belangrijk meer, zeg maar. Dat wijst zich wel uit. En, voelt als glazen bolwerk als je dat gaat doen. En misschien betekent dit wel dat we dan een maand langer of 2 maanden langer nodig hebben om weer in full swing te komen als het straks weer kan. Nou ja, so be it. Als we daar hebben in de tussentijd onze tijd tenminste wel nuttig besteed. En dat is wel. Dat is zeker zo belangrijk. En ook voor je eigen sanity. Hè? Gewoon, het is wel echt van belang dat je door de lol in houdt. Want anders dan. Kijk, wij zijn natuurlijk, we zitten in een hele bevoorrechte positie, omdat we een gesubsidieerd podium zijn, waar geen mensen hebben, we hebben nog niemand hoeven ontslaan. Terwijl in andere podia is dat wel degelijk anders. Plus dat er ook, als je artiest bent, of je werkt bij een boekingskantoor, of je bent een technicus, en je bent allemaal ZZP'er, dat is allemaal veel dramatischer dan onze situatie. Maar dat neemt niet weg dat je wel dat motivatie is niet iets wat per se financieel Nee, en ook als je alles om je heen ziet gebeuren, is het natuurlijk ook. Daarom. Dus je moet wel, je moet jezelf wel blijven prikkelen. En niet ik het hele team, maar elkaar, we moeten elkaar zeg maar wel. Ja. Wel aan de gang zien jullie elkaar normaal of is dat allemaal online? Of, ja, het is wel veel online. Veel online. Mm. En we zien elkaar natuurlijk wel. We proberen ook af en toe wel gewoon ook afspraakjes wel even fysiek te doen. Maar in wezen zitten wij gewoon thuis, ja. En dat is ook niet leuk. Want ik bedoel, we zitten normaal met 4 man aan zo'n tafel als dit. Mm. Zeg maar de hele dag te werken zo'n beetje. Dus er is ook een soort van continue
dialoog en brainstorm aan de gang, zeg maar. Ja. En dat mis je nu, dat moet je nu heel erg organiseren. En terwijl zich dat soms helemaal niet laat organiseren of zo. Dus ja, het is wel heel anders, ja. Toch komt er gelukkig genoeg uit. Je had het al even over dat artwork. Laten we kijken nog naar een clip van de opnames van Grenswerk Recordings. My baby keeps undressing me. Undressing me. My baby keeps undressing me. Not because she's craving me, but because I dress so terribly. Oh, my baby keeps undressing me. Me and my girl, we don't see eye to eye. Eye to eye. Me and my girl, we don't see eye to eye. When I get dressed and walk through the door, she gives me a look I just can't ignore. Oh, my baby keeps undressing me. It's the one thing that I don't understand. It's the one thing that I don't understand. Put on blue jeans and a red hat, green shirt and some velvet slacks. Still my baby keeps undressing me. Folks, I really love my girl. Love my girl. Believe me, folks, I really love my girl. Even though she doesn't like my style, her care and love still makes me smile. Don't mind that my baby keeps on dressing me. Don't mind that my baby keeps on dressing me. Don't mind that my baby keeps on dressing me. De Ragtime Rumors bij de opnames van de Grenswerk Recordings. Ik had het even over dat artwork, omdat, ja, je ziet het wellicht, in zijn eenvoud is dit gewoon te gek. Hoe is deze plaat tot stand gekomen? Ja, vorig jaar bestonden wij 5 jaar. Vorig jaar oktober. Toen hebben we een hele feestweek gehad met ons eigen bier gebrouwen. En een aantal grote shows in verschillende genres, allemaal uitverkocht. En wilde 1 dag iets speciaals doen. Dus we hebben de hele zaal eigenlijk omgeturnd in een studio. Ook ondersteund door Pop in Limburg. Een viertal acts uitgenodigd om dit te maken. Dus om audio op te nemen, om daar live video's bij te maken. Dat uiteindelijk moest resulteren in een album. En dat zouden we uitbrengen tijdens Record Store Day in april. Maar ja, dat was natuurlijk ook, dat verdween natuurlijk ook. Dus dat hebben we ook naar achteren geschoven. En dan ook weer een beetje geluk bij een ongeluk. Dat je, ik denk nu dat we daar veel meer aandacht voor hebben kunnen genereren. Dan we hadden kunnen, weet je wel, dan de tijd die we er waarschijnlijk voor gehad hadden in april. Dus het is ook wel gewoon heel mooi uitgepakt. Want daar was ik benieuwd. Nou ja, het was sowieso de bedoeling wel dat het een LP zou worden. Ja, dat was het plan. Ja. Ja. Dat was het eindproduct, waren die video's en het vinyl. Ja. Ja. Maar ook gewoon om die bands iedere band heeft 2 doosjes gekregen. En kunnen die gewoon zelf lekker verkopen. En daar verdienen ze nog wat mee. Ze hebben gewoon een fysiek voor veel acts, niet allemaal. Ja, Beertra bijvoorbeeld, die had nog nooit op vinyl wat uitgebracht. Dus daar werd hij helemaal happy van. Ja. Dus het is voor iedereen, is toch leuk om zoiets ook in je merch te hebben liggen. Ja. Ja, en qua promotie wat je zegt, dus heb je er nu meer ruimte voor. Maar het is ook een product dat helaas, zeg maar, bij deze tijd past. Mensen nemen nu misschien ook wel meer de tijd ervoor om te zeggen, oh, dan zet ik die plaat thuis op en dan maak ik vanavond een avond dat ik er echt even naar kan luisteren. Dan krijg ik ook de aandacht die het verdient. Dat, dat hoop je wel, ja. Het is ook best. Het is uiteindelijk bij de 3e Record Store Day gepresenteerd. Record Store Day was opgeknipt in 3 keer. Dat was de oktober editie. En ook bij Sounds is die ook best wel goed verkocht. Dus het top. Cool. Ja, we noemden het in het begin al, we zouden eigenlijk
uren, misschien wel dagen met jullie door kunnen praten over de projecten die jullie allemaal hebben lopen. Om dat toch nog even eentje uit te lichten. Want je had het al over de educatieve programma's zoals Teachers en Studio Roept. Maar jullie zijn ook nog bezig met het grenswerk Verzetje. Ja, wij dachten ook, dat is eigenlijk tweeledig. We hebben natuurlijk een hele grote groep vrijwilligers die op dit moment niet echt aan het werk kunnen. Dus daar wilden we ook iets voor organiseren. En we dachten van, als we die nou eens kunnen inzetten om iets te maken. Nou, wat we op dit moment, iedere maandag komt er een groepje vrijwilligers naar onze keuken toe. En dan gaan ze iets bakken, een taart of wafels of zoiets dergelijks. En vervolgens gaan ze daarmee naar een... Naar buurtcentra en verzorgingstehuizen, waar vervolgens voor een groep ouderen een concert georganiseerd wordt. We hebben dat het grenswerksverzetje genoemd. Dit is een verzetje voor die ouderen. Er is gewoon voor hun natuurlijk niet veel activiteit, is niet veel te doen. Ze krijgen ook minder bezoek en ze krijgen gewoon wat lekkers en een concertje. Dat bestaat vaak uit een zanger uit de regio, zanger of zangeres die ook liedjes van vroeger speelt of zo. Gewoon om even ook hun die emotie weer een beetje los te krijgen. En ja, dat is ook zoiets. Het heeft niet eens zo heel veel om het lijf, maar het effect daarvan is gigantisch. Want ja. mensen vinden dat prachtig, dat er weer eens wat gebeurt. Ja. Dat er weer eventjes iets leuks is, zeg maar. Dus dat blijven we zeker tot het einde van het jaar door blijven dat doen. En misschien wel langer. Ja, want je hebt Traplab, jullie hebben dan Studio Roep Teachers. Het zijn allemaal dingen die wellicht ook wel een vervolg kunnen krijgen. Coronacrisis of niet, zeg maar. Lockdown of niet. Ja. Maar dat gaan jullie nog bekijken? Of hebben jullie wel een idee van dit is iets wat we aandacht willen blijven geven op die manier? Ik denk Traplab is sowieso iets voor de lange termijn. Dat willen we uiteindelijk ook gaan uitbouwen. Maar dat even aankijken hoe het gaat lopen komend jaar natuurlijk. Maar dat is wel een project wat we de komende jaren nog zeker door gaan zetten. Met het idee van uiteindelijk willen we daar ook publiek bij. Moet dat gewoon ja, de zeker. Avond worden voor ja. Opkomend talent. En ook natuurlijk op festivals in de regio. Dat het echt een vast ding in de programmering wordt. Waar de wat mindere bekende DJ's natuurlijk altijd een podium blijven krijgen. Ja, zo is het ook ingestoken. Hè? Dat is niet het project dat is ontstaan. In de coronatijd, dat lag er al allemaal. Het is alleen gepresenteerd in de coronatijd. Maar ja, maar een project als Studio Roep, waarbij we bands hebben op, acts eigenlijk hebben opgeroepen van kom, wij gooien onze studio open, maak een goed plan. Wij selecteren vervolgens op het plan de acts uit die bij ons kunnen komen opnemen. En kregen we 50 aanmeldingen. Waarbij we ook gewoon gezegd hebben van laten we van die 50 laten in plaats van 4 acts, laten we er dan 6 toe. Maar dus dat voor ons ook weer. Selectie ja, dus dat was een pittige klus ook. Maar dan is het zijn ook weer 50 acts waarvan je er een heleboel helemaal niet in beeld had. Die nog niet echt aan het optreden waren of zo. Dus voor ons is dat ook weer nuttig op een heleboel andere manieren. Dus een soort kaartenbak waar we de komende jaren mee aan de slag kunnen. Dus waar je ook probeert contact mee te houden met die acts. Maar dat zijn allemaal dingen die. En Teachers is een educatieproject waarbij we eigenlijk de lokale helden uit de regio, muzikale helden, masterclasses laten geven. Het zijn echt wel dingen die ontstaan zijn vanuit de beperkingen die er op dit moment zijn. Maar gewoon, als je ziet de respons die we erop krijgen, ja, dat zijn projecten die we gaan de komende jaren zeker een vervolg geven. Dat zou gewoon dom zijn om dat niet te doen. Ja, er is echt heel veel voorbij gekomen. Dus als je zit te kijken en je denkt, wat, hoe allemaal? Check het gewoon even op de website van Poppodium Grenswerk. Als jullie dan toch één tip mee zouden kunnen geven voor mensen die misschien even door al die lockdown zeik en coronacrisis die motivatie niet kunnen vinden om alles om te draaien zoals jullie gedaan hebben. Wat zou dan het begin zijn? Ja, lastig. Ja, ik denk gewoon dat je dat je voor jezelf de creativiteit moet toelaten. Ja, dat klinkt heel surf, maar... maar dat is wel wat het is. Ik denk dat bij ons, of zeker in mijn hoofd, op een gegeven moment toen ik dacht van ik moet die shows loslaten. Ik moet mijn manier van werken eigenlijk loslaten. Dat je eigenlijk gewoon een soort van jaarplanning vult. Op het moment dat een beetje viel. En probeer van de beperking juist je kracht te maken. Je kunt hele bijzonder. Dat is ook iets in onze zomerprogrammering wat je toen zag. We hebben veel met lokale acts gedaan. Die uiteindelijk voor 84 man dan staan te spelen. Maar die spelen zittend publiek. Normaal zijn dat acts. Die zouden wij bijvoorbeeld in het café neerzetten.
En ik heb daar echt gewoon shows gezien. En dacht van, wow, wat is dit goed. Maar normaal gesproken zie je dat helemaal niet zo. Want je staat in een rumoerig café naar zo'n act te kijken. Ja. Vaak staat de helft met de rug ernaartoe. Te wachten op het hoofdprogramma. Ja, of gewoon op een biertje. En, over een vele mindere geluidsinstallatie. En nu zag je het dus in de zaal over een top PA. En bleken er allerlei hele spannende dingen eigenlijk te gebeuren. Dus het heeft allemaal die beperkingen. Die hebben ook, als je ze omdraait, kunnen die een heleboel goede kanten hebben. En dat is met die 30 man ook. Ja, aan de ene kant kun je denken van je kunt er niks mee. Maar aan de andere kant kun je daar ook juist je kracht van maken. Nou, top. Johan, Lieke, dankjewel dat jullie even wilden aanschuiven.